Vandaag in Deventer Nu. Steeds meer gemeentes die sluiten zich ook aan bij die website. www.verlorenofgevonden.nl voor gevonden en verloren voorwerpen. De burger kan zelf kiezen wanneer die komt en op welk tijdstip hem of haar het beste uitkomt. Het maken van een afspraak bij publieksbalies. Ik wil mij lokaal actief inzetten om een sociaal overwogen keuze te maken. En PvdA-raadslid Vincent Steins bij Salcom. In dit depot van Team Toezicht worden alle gevonden voorwerpen opgeslagen. Hier kun je terecht als je iets kwijt bent. Omdat het handig is te weten of je verloren voorwerp ook daadwerkelijk terecht is, kun je dit sinds kort checken op www.verlorenofgevonden.nl. Op deze website kun je verloren voorwerpen zoeken en kun je gevonden voorwerpen melden. Nou, waar voorheen mensen naar de gemeente toe moesten komen of soms bij de politie aangifte deden dat ze iets verloren waren of gevonden, kunnen ze nu van achter hun luie stoel achter de computer kunnen ze zeg maar zelf aangeven of ze iets verloren zijn. Omdat de website door meerdere gemeenten gebruikt wordt, is het zelfs mogelijk te kijken of een voorwerp in een andere gemeente verloren of gevonden is. Ja, die website, het is een landelijke website. Steeds meer gemeentes die sluiten zich ook aan bij die website. En wij zijn ook in die ontwikkeling meegegaan. Gevonden voorwerpen aanmelden kan dus ook. Maar identiteitskaarten en paspoorten moeten altijd afgegeven worden bij Team Toezicht in de Keizerstraat of bij Publiekszaken aan de Leeuwenbrug 85. Voorwerpen met een waarde van minder dan €450 worden na 3 maanden eigendom van de gemeente. Voor duurdere voorwerpen is deze termijn 1 jaar. Nou, we zijn nu bezig om te kijken of we dat naar goede doelen kunnen geven, maar dat is nog in ontwikkeling. Ben je een voorwerp verloren of heb je een voorwerp gevonden? www.verlorenofgevonden.nl. Bij de Bali Publiekszaken, locatie Leeuwenbrug, kunt u terecht voor alle producten en diensten die Publiekszaken biedt. Zoals het aanvragen en verlengen van paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen, het doorgeven van een verhuizing of de geboorte van een kind. Publiekszaken is van maandag tot en met vrijdag geopend. Tijdens de openingstijden kan iedereen binnenlopen, maar u kunt ook een afspraak maken via de gemeentelijke website. Op de afgesproken tijd wordt u direct geholpen door een van de medewerkers van Publiekszaken. Alle burgers zijn van harte welkom hier. Maar ja, het is wel eens druk. Bepaalde dagen zoals de vrijdagen en donderdagavonden zijn de piektijden, zoals wij dat noemen. We hebben daar natuurlijk al rekening mee gehouden door extra balies open te zetten. Maar wat handiger is dat burgers zelf een afspraak maken. Dat is echt best eenvoudig. Men kan dat via de website doen. Je kunt je eigen tijdstip kiezen, eigen datum. Je kunt ook zeggen van, ik heb weinig tijd, ik wil direct geholpen worden. Wij garanderen dat iemand op afspraak binnen 5 minuten geholpen wordt. Via de website www.deventer.nl/digitaal kunt u een afspraak maken met Publiekszaken. Op de website vult u uw gegevens in en het tijdstip dat u schikt. Bij het intoetsen van de afspraakcode op het nummerapparaat bij Publiekszaken weten de Bali-medewerkers dat u er bent en wordt u op de afgesproken tijd direct geholpen, ongeacht of er een rij wachtende zit. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Waarmee kan ik u helpen? Ik wil graag weer een nieuw paspoort. Paspoort? Ja. U hebt het oude paspoort meegenomen, dank u wel. Ook voor het afhalen van documenten kunt u een afspraak maken. Als u niet beschikt over internet, kunt u telefonisch een afspraak maken. De voornaamste reden natuurlijk voor de burger. De burger kan zelf kiezen wanneer die komt en op welk tijdstip hem of haar het beste uitkomt. Dat vinden we gewoon heel belangrijk. Als tweede natuurlijk dat dan de wachttijden verminderd worden. Zie www.deventer.nl/digitaal. Ik sta hier voor Salcom Werktalent. Salcom biedt werk voor mensen die een bepaalde afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat kan zijn omdat ze een arbeidshandicap hebben of om andere redenen komen ze moeilijk aan werk. Wij vinden dat iedereen een gelijke kans moet krijgen op het hebben van werk en op een zelfstandig bestaan en een zelfstandig inkomen. En Salcom is toch de grootste werkgever op dat gebied in Deventer. En dat is de reden dat ik deze locatie heb gekozen. We'll be right back.
We staan er nu voor een standbeeld van Salcom Werktalent. Er zijn twee mensen bovenop elkaar. En ja, samen sterk, hè, beeld dat uit. Er staat een ladder voor wat eigenlijk het opstapje naar werk moet zijn. En ja, de bovenste meneer heeft een grote toeter in de handen wat eigenlijk symboliseert van heb aandacht voor ons. En ik denk dat dat ook heel erg weerspiegelt wat ik zelf belangrijk vind. Solidariteit, saamhorigheid, samen staan we sterk. En ja, hou rekening met mensen die misschien niet altijd overal zichtbaar zijn, maar er wel degelijk zijn. Ik ben raadslid geworden om ja, eigenlijk vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor mensen die het niet zelfstandig redden. En dus om die reden een steuntje in de rug nodig hebben. En in dit geval ook in het zoeken naar werk. Want heel veel mensen die vinden zelfstandig hun weg op de arbeidsmarkt. En voor een bepaalde doelgroep geldt dat niet. En ik vind dat daar dat steuntje in de rug voor moet blijven. En zo goed mogelijk voor de toekomst behouden moet worden. Er komt een bepaalde hoeveelheid gemeenschapsgeld binnen. Daarbinnen moeten keuzes worden gemaakt. Wat gaan we met dat geld doen? En ik wil mij lokaal actief inzetten om een sociaal overwogen keuze te maken. En daar hoort onder andere bij dat ook mensen voldoende toeleiding naar werk kunnen blijven behouden. Want ja, daar zit soms ook een stukje gemeenschapsgeld in. Maar op het moment dat je het er niet in stopt, ja, dan kan het nog wel eens een groter maatschappelijk negatief effect hebben dan het klein beetje geld wat je er wel in stopt. Mijn doelstelling is om het sociale beleid in Deventer zo goed mogelijk op poten te houden. Toeleiding naar werk te behouden. Mensen die moeite hebben met rondkomen, hen zoveel mogelijk een stukje ondersteuning te bieden dat zij dat in de toekomst kunnen blijven doen en zelfstandig verder kunnen. Ja, en een goede kwaliteit van zorg en welzijn.